Wat moeten we met het M-decreet? De M staat voor maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het komt erop neer dat het zoveel mogelijk kinderen in het gewoon onderwijs wil onderbrengen. Alleen de toepassing van dat M-decreet verloopt met horten en stoten. Moet het bijgestuurd worden of is het al bijgestuurd? Het hangt er vanaf aan wie je de vraag stelt. Ik stel ze zo meteen aan de N-VA en de CD&V. Dag dames en heren, ik praat met Kathleen Helzen van de CD&V. Zij is voorzitter van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. En aan de andere kant van de tafel Koen Daniels van de N-VA, ondervoorzitter van diezelfde commissie. Welkom allebei in onze studio. Ja, Koen Daniels, ik zou met u willen beginnen. U kreeg een week geleden nogal wat kritiek omdat u op zijn minst de indruk gaf een coole minnaar te zijn van het M-decreet, waardoor kinderen die extra zorg nodig hebben toch in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Heeft u reserves bij dat inclusief onderwijs? Kijk, laat me duidelijk zijn. Ik heb vooral reserves bij een dogmatische invulling van inclusie. Als N-VA hebben we steeds gezegd, gewoon onderwijs als het kan. Buitengewoon onderwijs als het nodig is voor de betrokken leerling. Maar ook voor de leerkrachten en ook voor zijn medeleerlingen en de ouders. Ja, heeft u dat ook gezegd op het moment dat uw partij het goedkeurde? Nee, in de regering zat toen het werd goedgekeurd? We hebben dat toen absoluut gezegd en ook in dit regeerakkoord opgenomen. Een letterlijke passage zegt van, we gaan dat M-decreet, zoals het noemt, bekijken en zien dat iedereen terechtkomt waar hij thuis hoort. Ik doe heel veel schoolbezoeken en in al die schoolbezoeken komt telkens naar boven van een aantal mooie inclusieverhalen. Van kijk, een leerling met dyslexie, dit lukt, super. Maar ook schrijnende taferelen van leerlingen die absoluut niet aan de bak komen, die heel weinig vooruitgang maken. Leerkrachten die eronder doorgaan, ouders die de wanhoop nabij zijn en leerkrachten die mij zeggen van door alle aandacht die ik in die ene leerling moet steken met heel zware zorgnoden, kan ik eigenlijk te weinig tijd en aandacht geven aan mijn andere leerlingen, waardoor de zorgleerlingen bijkomen. Misschien was er een tekort aan ondersteuning, daar wil ik het straks nog uitgebreid over hebben. Eerst iets anders, er was ook kritiek op de beeldspraak die u een week geleden heeft gebruikt. Een kind zonder armen en benen toch maar leren zwemmen, ook al zegt iedereen dat dat niet lukt. U zei nadien jammer op Twitter, want de aandacht voor de echte boodschap, ja, die is een beetje ondergesneed geraakt. Heeft u spijt van die uitspraak? Wel, ik betreur als ik mensen zou gechoqueerd hebben met die uitspraak, maar ik wou vooral gebruiken, en ze is denk ik door een aantal mensen bewust uit de context gehaald om niet over de inhoud te moeten spreken. Want wat was de inhoud? De inhoud was die leerlingen, waarvan leerkrachten, ouders, zorgcoördinatoren, directeurs aangeven, het gaat niet in het gewoon onderwijs. Niet met 1 uur ondersteuning, niet met 2 uur, niet met 5 uur ondersteuning. Dit is een kind dat heeft alle lestijden en de middagpauze en de speeltijd ondersteuning nodig. Dat zien we, dat voelen we. En dan komt, vandaar de beeldspraak die ik gebruikte, dat dat toch allemaal op papier moet komen, uitgebreid gedocumenteerd moet worden, waardoor veel tijd verloren gaat in een papieren tijger en we dan nog niet weten of dat kind toegang krijgt tot die setting, buitengewoon onderwijs, waar permanent logopedist, orthopedagoog, kinesist, verpleegkundige aanwezig is om die alle noden en alle zorgen... En dus was uw boodschap samengevat? En dus was mijn boodschap voor die kinderen waar het overduidelijk is dat het nodig is dat zij in die setting terechtkomen. Alsjeblieft, laat ons dit sneller. Dat was de boodschap. Laat ons dit sneller doen. Laat ons sneller geen tijd naar buitengewoon onderwijs. Laat ons geen tijd verloren gaan in al die stappen te doorlopen waar niemand gelukkig van wordt. Laat het gewoon vlotter gaan. Laat het vlotter gaan, alsjeblieft. Had u die boodschap ook gehoord, Kathleen Helzen? Ik heb ze niet rechtstreeks gehoord, maar ik heb wel vrij snel vernomen dat mijn collega een straffe uitspraak had gedaan. Maar ik heb het niet live gehoord op dat moment. Nee, maar goed, als ik u vraag, had u de boodschap gehoord? Ik vraag aan meneer Daniels van, kijk, wat was dan die boodschap? Laat die kinderen die het echt nodig hebben sneller doorstromen naar het buitengewoon onderwijs, blijkt de boodschap te zijn die daar dan achter zat. Bent u daarmee eens? Ik vind het belangrijk dat wij de kinderen de kans geven om in het gewoon onderwijs les te volgen en dat we goed opvolgen of dat inderdaad de juiste context is. Er zijn kinderen waar dat geen enkel probleem voor is om school te lopen in het gewoon onderwijs, om ondersteuning te krijgen, het zij van de leerkracht die voor de klas staat, het zij van andere experten die in de scholen ondersteuning bieden. Maar voor een aantal kinderen is het beter dat zij les volgen in een andere context, het buitengewoon onderwijs of in een andere setting. En dan moet dat ook mogelijk zijn. We hebben altijd van... Ja, ik hoor uw collega zeggen, dat moet inderdaad mogelijk zijn. Daarover zijn jullie het blijkbaar eens. Ja. Maar het gaat blijkbaar niet snel genoeg, niet vlot genoeg, die doorstroming naar het buitengewoon onderwijs.
We komen van een situatie waarin dat iedereen het erover eens was dat er te snel doorverwezen werd naar het buitengewoon onderwijs en dat er te veel en te gemakkelijk werd doorverwezen. We hebben met het M-decreet altijd gezegd, het buitengewoon onderwijs blijft bestaan. Voor een aantal kinderen in Vlaanderen is dat belangrijk, dat zij die context ook hebben om onderwijs te volgen. Maar het is belangrijk dat in het gewoon onderwijs inspanningen gebeuren en dat er gekeken wordt of dat het mogelijk is om daar een traject te doorlopen. Indien dat blijkt dat dat niet mogelijk is, dan moet een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs mogelijk zijn. Dat traject, hoor ik u zeggen, meneer Daniels, dat traject dat is te log, te zwaar, duurt te lang. Ja, inderdaad. Allee, ik wil toch nog even, hè, want mevrouw, dit was de krantenkop. Hè, dus sneller terug naar buitengewoon onderwijs. Dat was de bijsturing die we vroegen. Het is te log, okay, vooral, vooral papier. Dat is duidelijk, dat heeft u gezegd. Vooral papier, daar wil ik mevrouw Helzen laten op reageren. Is het te log? Gebeurt het te traag? Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs is altijd een trage weg geweest. Ik heb zelf in het verleden verwijzingen gedaan. U zei net, in het verleden werd er te snel doorverwezen. Dat zijn de bevindingen die gebeurd zijn in het Vlaams parlement. Daar zijn conclusies getrokken dat voor een aantal leerlingen de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs te snel gebeurde vroeger. Hè. En ik hoor nu zeggen, vandaag te traag. Gaat het te traag. Hè? Dus, en daar wordt in dat oogpunt ook vaak gekeken naar de CLB's. Hè? Vroeger werd er gezegd, de CLB's verwijzen te snel door. Vandaag wordt er gezegd, de CLB's verwijzen te weinig door. We hebben gewoon vastgelegd op basis van welke criteria dat een doorverwijzing mogelijk is. De CLB's passen het decreet vandaag correct toe. Hè? Straf zijn, moesten ze iets anders doen natuurlijk. Hè? Ja, ze hebben altijd de decretale bepalingen correct toegepast. En het is het Vlaams parlement dat daar altijd de conclusies uit getrokken heeft en dat bevonden heeft dat een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs trager moet. Maar belangrijk is dat gewoon voor elk kind gekeken wordt welke onderwijsnoden zijn er. En in welke context wordt dat onderwijs best aangeboden. En voor het ene kind kan het traject in het gewoon onderwijs iets langer doorlopen worden. Er zijn kinderen waarvan dat vrij snel duidelijk is dat een doorverwijzing naar buitengewoon onderwijs de beste oplossing is. Belangrijk is dat we naar elk kind kijken en dat we onderwijs aanbieden op maat. En de snelheid zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Daar is het belangrijk dat zowel leerkrachten als centra voor leerlingbegeleiding, ondersteuners, ouders kijken naar de ontwikkelingskansen van het kind en dat er gekeken wordt daar waar dat de ontwikkelingskansen in het gewone onderwijs er onvoldoende zijn, moet er een andere setting gekozen worden. Oké, maar ik hoor u zeggen, op maat, een vraag die ik jullie beiden wil laten beantwoorden, biedt het huidige decreet de mogelijkheid om die dienst op maat aan te bieden, meneer Daniels? Wel, op maat ja, maar op maat daar zijn grenzen aan. En daarover gaat het net. Hè. Wat wij als N-VA naar voren brengen is, we moeten realistisch blijven. We kunnen aan leerkrachten vragen... En wat zijn de grenzen? Financieel, middelen, mensen? We kunnen aan leerkrachten vragen om inderdaad op maat te werken. Maar dan moeten we kijken, hoe ziet een klas er werkelijk uit? Ik verwijs naar de PAMO-aflevering. Dat is een klas, ik doe veel schoolbezoeken. Wat is een klas? 23 leerlingen. Maar dat is niet 23 leerlingen van er 22 top meedraaien en één leerling die wat extra nodig heeft. Nee, een klas, dat zijn kinderen die allemaal wat verschillende ontwikkeling hebben. Je hebt kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Je hebt een aantal kinderen met dyslexie, een aantal kinderen die problemen met uiterlijk inzicht, een aantal kinderen die motorisch wat traag zijn. Dat is een reële klassetting. En dan vragen op maat, dat kan, maar er zijn grenzen aan. Pedagogen, en ik ben zelf een pedagoog, ik heb ook lesgegeven, differentiëren is het woord dat gebruikt wordt. Dat is dat op maat proberen. Dat kan, maar dat heeft grenzen. En wat zijn die grenzen? Dat heeft zowel te maken met de leerlingen die er zijn, maar ook met leerkrachten. Ze kunnen niet alles. Je kan aan een leerkracht wel vragen om een leerling die minder goed hoort, om een bakje rond zijn nek te dragen, waardoor hij versterkt geluid binnenkrijgt. Maar dat is helemaal iets anders dan een leerling met heel lage cognitieve capaciteiten die bij in de klas zit, om die op maat te geven in een zesde leerjaar. Goed, als u vaststelt, het lukt niet op maat, want er zijn grenzen aan. Klopt. Wat is dan de oplossing? De oplossing zit op verschillende vlakken. En ik denk dat we het volledige spectrum nodig hebben. En dat gaat zowel over onze leerkrachten die vandaag in de scholen staan, gewoon onderwijs, om die bij te scholen in de leraaropleiding. Dat gaat over inderdaad de zorg in de scholen, gewoon onderwijs, en dat is een verdienste van het M-decreet, versterken. Maar dat gaat ook over blijven inzetten de expertise en alle disciplines die aanwezig zijn in het buitengewoon onderwijs, die ten volle honoreren. Ja, maar goed, vandaag, kan u die expertise van het buitengewoon onderwijs niet
naar het gewone onderwijs brengen? Of was dat niet de bedoeling van die ondersteuningsnetwerken die dan dit schooljaar zijn van start gegaan? Dat zou kunnen, maar laat ons ook realistisch zijn. Hè. In een school buitengewoon onderwijs zijn al die expertises permanent aanwezig en heb je klasses van 8, 9 leerlingen. En dan nog zijn er leerlingen in het buitengewoon onderwijs die individueel les gaan krijgen. Ja, als we dat kopiëren naar elke school in Vlaanderen en dus overal een kinesist, een logo, een psycholoog... Dan wordt het onbetaalbaar. Dat wordt onbetaalbaar. Ja. Op maat, ja, ik hoor Koen Daniel zeggen, oké, het is een mooi principe, maar het is beperkt in de manier waarop je het kan uitvoeren, want het botst op zijn grenzen. Bent u daarmee eens? Ik zie vandaag dat er binnen het gewoon, maar ook binnen het buitengewoon onderwijs, heel veel inspanningen geleverd worden. Ook binnen de ondersteuningsnetwerken wordt er keihard gewerkt als we zien wat dat het onderwijsveld op zeer korte termijn gedaan heeft. Misschien moeten we voor de kijker even uitleggen wat dat netwerk inhoudt. Dat zijn mensen die vanuit het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs komen. En zich verplaatsen van school naar school. Om het gewoon onderwijs en om leerkrachten te ondersteunen in hun opdracht. Ik zie dat daar zeer mooie dingen gebeuren en dat in het gewoon onderwijs leerkrachten er alles aan doen om het kind zo lang mogelijk in het gewoon onderwijs een traject te laten doorlopen. Ja. Maar inderdaad, daar zijn situaties waarbij dat ernstig moet gekeken worden of dat haalbaar is of dat mogelijk is om binnen het gewoon onderwijs het traject verder te zetten. En het decreet laat ook toe, indien dat duidelijk is dat niet haalbaar is, indien dat het heel moeilijk is om mee te volgen met het gewone lesprogramma dat aan de andere kinderen aangeboden wordt, dat dan gekeken wordt of dat een overstap naar het buitengewoon onderwijs niet de beste piste is om verder te bewandelen met het kind. Dat is in het decreet voorzien, maar we moeten ook wel goed weten dat het M-decreet slechts 2 jaar in voege is, dat ook de ondersteuningsnetwerken, de ondersteuning van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs, dat pas vanaf dit schooljaar in voege is en dat het onderwijsveld ook de tijd moet krijgen om die vernieuwing waar te maken. Elke vernieuwing vraagt toch wel een aantal jaren. Dat geloof ik best, maar het zal jouw kind maar zijn natuurlijk dat vandaag die ondersteuning nodig heeft en moet vaststellen van sorry, we zijn nog bezig met het uitrollen en het te implementeren. Maar ik zie dat binnen het gewoon onderwijs er heel veel expertise aanwezig is. Dat daar heel sterke leerkrachten aan de slag zijn. Ik zie ook dat in het gewoon onderwijs er veel sterker teamgericht gewerkt wordt dan vroeger. Omdat leerkrachten ook vaststellen dat zij op die manier een extra meerwaarde kunnen bieden in het gewoon onderwijs om die kinderen te ondersteunen. Nu komen er extra leerkrachten bij vanuit het buitengewoon onderwijs om aan te geven op welke manier dat het kind kan ondersteund worden. Plus dat ook in elke situatie de mogelijkheid er is om samen met de leerkracht, met de school, met het CLB, de ouders te kijken of dat een overstap naar het buitengewoon onderwijs niet de beste weg is. En indien dat het leerproces stopt in het gewoon onderwijs, dan bestaat die mogelijkheid om bijvoorbeeld via het extra type dat we gecreëerd hebben, het basisaanbod, om op die manier naar het buitengewoon onderwijs door te stromen. Dus de mogelijkheden zijn er. En het is echt aan het onderwijsveld om die mogelijkheden ook te benutten. We hebben altijd gezegd, het buitengewoon onderwijs blijft bestaan, zal nodig blijven. Samengevat, mevrouw Helzen. Dat is dan meteen een antwoord op uw vaststelling. De expertise in het gewoon onderwijs die is er. Het teamwerk is er en er is een ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs voor die mensen die in het gewone onderwijs staan opgelost. Klaar? Wel, dat is de theorie. En dat is net onze oproep die ik doe met mijn partij. Na vele schoolbezoeken, gesprekken met leerkrachten en dergelijke meer. Je hebt theorie en je hebt praktijk. En op de tekentafel, ik hoor het een aantal mensen heel graag zeggen, maar dan geef ik ook de aandacht, ga eens mee op de klasvloer. Maar bent u dan toch misschien niet te ongeduldig? Want effectief, die ondersteuningsnetwerken zijn nog maar enkele maanden bezig. Moet u niet een beetje wachten en de tijd geven om dat te implementeren? Wel, het M-decreet is van 2014, dat is ondertussen al 4 jaar geleden. Ik weet het, de netwerken van dit schooljaar. Ja, de netwerken van dit schooljaar. Ik ben het ermee eens, maar de vaststellingen die we doen vandaag, we gaan nu toch niet gewoon wachten en tegen die ouders en die kinderen en die leerkrachten die onder die werkdruk uitvallen, die medeleerlingen die te weinig ondersteuning krijgen, want de leerkracht ook moet... Ja, maar er was een opiniemaker die zei, je kan natuurlijk wat we vandaag hebben op de schop gooien en weggooien. Of je kan wat we vandaag hebben verder uitbouwen en zorgen dat wat we vandaag hebben verbeterd. En u wordt ervan verdacht die eerste optie te kiezen. Ik vind het altijd fantastisch dat mensen verdenkingen doen. Ik zou zeggen, lees nog eens wat er in de morgen in het laatste nieuws stond. Wat heel duidelijk is dat we het fors willen bijsturen. En de forse bijsturing gaat over die implementatie. Maar begrijp ik het goed? Bijsturen is niet weggooien.
bijsturen, inclusie. Ik geloof in de gedachte van inclusie als het mogelijk is. In het belang van het kind, in het belang van de leerkracht, in het belang van de medeleerlingen. Ik geloof niet in een dogmatische het moet en het zal. Vandaag stel ik vast in scholen dat leerkrachten zeggen het gaat niet. En dat komt dan op een overleg met CLB en dan komt het antwoord op basis van de papieren dossier. We denken dat u nog niet genoeg hebt geprobeerd. Ja, dan zeg je eigenlijk tegen die expertise van die leerkrachten en die zorgcoördinator en die ouders, sorry, we geloven niet. Wie zegt dat dan? Het CLB geeft het verslag. Ja, want ik hoor mevrouw Helzen zeggen, het CLB past er bij toe. Ja, wel, daar zitten de grenzen, want het gaat over redelijke aanpassingen en het handelingsgericht werken moet doorlopen zijn. Maar er staat nergens in het decreet, wat is dat, dat het volledig doorlopen moet zijn. En dus, met andere woorden, dat is een rekbaar begrip. En ik stel vast dat op een aantal plaatsen dat rekbaar begrip zeer rekbaar wordt ingevuld als blijven maar goed, proberen. Jullie zijn allebei volkvertegenwoordigers. Ja. Jullie kunnen dat decreet natuurlijk wel verfijnen. Hè? Maar dat is ook de bedoeling. En de Vlaamse regering heeft al beslist dat het M-decreet wordt bijgestuurd. En ook voor wat het basisonderwijs betreft is het de bedoeling om dat ook te versterken. Wij zijn vragende partij om het basisonderwijs extra middelen te geven, zodanig dat er meer ondersteuning kan komen. Dat het voor leerkrachten ook gemakkelijker is om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen. We zien dat daar echt wel een tandje moet bijgestoken worden. Hoe ver mag het voor uw partij gaan financieel, die bijsturing? Daar zijn nog geen budgetten vastgelegd. De discussie is maar een half miljard? Ja, ik denk dat we moeten bekijken op welke manier dat wij stap voor stap het basisonderwijs kunnen versterken. Ik denk dat dat ook over de legislatuur heen moet. Die vraag naar 500 miljoen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het basisonderwijs extra ondersteuning krijgt, extra mankracht. Nee, de vraag was, kan u het bedrag ondersteunen, die 500 miljoen? Daar is op dit moment nog geen bedrag vastgelegd. Het is belangrijk dat we stap voor stap extra middelen... Nee, maar dat is de vraag van de vakbonden, hè? Ja, de vakbonden hebben gevraagd om extra input te leveren. Wij hebben daar tegenovergesteld dat wij het belangrijk vinden dat er een plan komt voor het basisonderwijs waarin dat duidelijk vooropgesteld wordt dat er extra mankracht en extra middelen worden ingezet zodanig dat de mensen in het basisonderwijs hun opdracht echt wel op een goede manier kunnen waarmaken. Ja. En dat maar is daar, belangrijk... U wil daar zelf als parlementair nog geen cijfer op plakken? Wij plakken daar nu op dit moment geen cijfer op. Wij vinden het belangrijk dat wij aan de tafel zitten en dat dat plan voor het basisonderwijs er komt. En dat dat toch wel een extra input is waarbij dat er een gelijkschakeling is ook van het lager- en het kleuteronderwijs, waarbij dat er bijkomende omkadering komt, waarbij dat er een goede ondersteuning komt, dat er kansen zijn op competentieontwikkeling. Goed, koken kost geld, hè, dat weet u ook natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, durft u een bedrag plakken, Koen Daniels? Ik wil vooral kijken, want... Antwoord is mijn vraag. Durft u een bedrag plakken? Ik durf vooral naar kijken naar een oplossing. En enkel geld gaat het niet oplossen, dat heb ik ook gezegd. En waarom? En daarvoor doen we ook de voorstellen om aan het... Als ik vraag aan leerkrachten, wat moet er nu gebeuren? Zij zeggen niet direct, geef ons extra geld. Zij zeggen wel, grijp in op dat M-decreet. Ik heb de vakbonden horen zeggen, geef ons extra geld. Ja, maar de vakbonden, ik kom in veel scholen, de recente CAO, er waren geen leerkrachten die vroegen, geef mij 5 tot 20 euro extra in de maand. Dat was niet de vraag. Ze hebben ze wel gekregen. Dat geld is nu wel weg. Wat ik wel vaststel, en dat is het voorstel dat wij doen, en dat is nog niet in de regering beslist, dat is om inderdaad kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen, en ik heb het niet over iemand die is boos is of omwille van een thuissituatie, maar ik heb het echt over psychiatrische gedrags- en emotionele stoornissen. Zo één iemand in uw klas, kijk naar de PANO-aflevering, zet gans een boel op stelten. Dat we die leerlingen sneller kunnen doorsturen dat er plaats voor is. Twee, kinderen met zeer ernstige cognitieve beperkingen. Zo één iemand in uw klas, met alle respect en met 1 of 2 uurtjes ondersteuning, red je het niet mee. Maar goed, ik dat hoor mevrouw Helzen zeggen, er is een bijsturing geweest. Ja, maar ging die daar dan over? Nee. Ik wil nog even verder gaan. Ouders die zeggen van, we willen eigenlijk dat ons kind toch in het buitengewoon onderwijs, dat ze in beroep kunnen gaan tegen dat het CLB geen verslag heeft. Een laatste, de papierberg, dat we die kunnen aanpakken. En dan kom ik op die middelen, dat we vooral moeten zorgen dat de mensen zijn waar ze moeten zijn. In de klas en in de school. Ja. Dat is cruciaal. Er zijn competentiebegeleiders en allerlei andere initiatieven genomen. Zeer fijn, maar die komen niet in die klas. Ja. En daar wil de leerkracht die ondersteuning maar zien. Maar ik heb horen. U nog geen bedrag horen. Ik krijg straks nog een kalm, maar je heeft nog geen bedrag gezegd. Klopt. Maar goed, die bijsturing waar in de regering is over beslist, waar ging die dan over?
De bijsturing die zal gebeuren aan het M-decreet maakt het mogelijk om sneller ondersteuning aan te bieden daar waar dat het nodig is voor het kind. En om ook één keer dat het kind bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs in het basisaanbod terechtkomt, daar hadden wij in het decreet tot nu toe bepaald dat de school eigenlijk inspanningen moet doen om het kind zo vlug mogelijk opnieuw naar het gewoon onderwijs te laten doorstromen. En we zien dat dat een zeer grote druk zet op de leerkrachten die in het buitengewoon onderwijs aan de slag zijn. Die druk willen we wegnemen door duidelijk te stellen indien dat de context van het buitengewoon onderwijs de meeste kansen biedt aan leerlingen, dat dat niet noodzakelijk is om dat opnieuw om de 2 jaar jaarlijks in vraag te stellen. Dus dat verslag dat geschreven wordt voor de leerling is geen tijdelijk verslag, maar de evaluatie van de leerling en de opvolging van het kind in het buitengewoon onderwijs zal uitwijzen wat de beste weg is dat in het leertraject gevolgd wordt. Ja. Dat is de belangrijkste aanpassing die gebeurt. Ik kan stellen, daar waar dat we vandaag vaststellen dat een kind gedragsstoornissen heeft in het gewoon onderwijs, dat het M-decreet perfect toelaat om de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs te gaan. Belangrijk is natuurlijk dat we een onderscheid blijven maken tussen een kind dat moeilijk gedrag vertoont omwille van soms een moeilijke situatie waarin dat het opgroeit en een gedragsstoornis. De M-decreet laat perfect toe om een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs te doen. Samengevat, meneer Daniels, u moet het niet vragen, het kan al. Nee, ik heb het hierbij wat de Vlaamse regering beslist heeft. En dat is net het punt. Ik wil mevrouw Helze zeggen, het huidige decreet laat het al toe. Maar als het al kan, als het al zou kunnen, en het zou beslist zijn in de regering. Eén, mevrouw Krivits is een minister die vlot communiceert. Dat heb ik nog niet gehoord, de aanpassingen die ik hier heb voorgesteld met mijn partij. Twee, als het al zou kunnen, waarom gebeurt het dan niet? Dat is net het punt wat we aanhalen in alle schoolbezoeken. In en dan zitten we bij het beginpunt, want u heeft al gewezen op die logische structuur, de paparasserie die erbij komt enzovoort. Maar goed, toch nog één keer proberen dat actieplan voor het basisonderwijs. Hoeveel mag het kosten voor uw partij? Hoeveel mag het kosten? Ik vind dat een vraag. De problemen moeten vooral opgelost worden. Ja, dat weet ik wel. Ja, maar hoeveel mag het kosten om dat probleem op te lossen? Hoeveel mag het kosten? Het mag kosten de middelen die er zijn. En de middelen die daarvoor kunnen inzetten, maar de kern is... Maar u gaat ook geen concreet bedrag noemen. Nee, ik ga geen concreet bedrag noemen, omdat de middelen in de klas en de school moeten zijn. En ik wil niet dat er opnieuw allerlei diensten worden georganiseerd en opgericht die erboven zweven, die ondersteuning moeten bieden. Want op het einde van dit blijft juf Veerle uit de Palmo-aflevering met 23 leerlingen zitten en die moeten het maar runnen. Iets anders. De vraag is, hoe moet je zo'n inclusief onderwijssysteem organiseren? Ik las een quote van professor onderwijskunde Martijn Volken van de UGent. Die er in een krant op wijst, dat inclusief onderwijs, dat moet misschien niet in één klas. Je kan binnen één school een klas maken met kinderen die je anders in het buitengewoon onderwijs zou laten gaan. En je kan een klas maken met kinderen die anders in het gewoon onderwijs zouden zitten. En die kinderen komen elkaar wel tegen op de speelplaats en dan heb je evengoed inclusief onderwijs georganiseerd. Is dat een piste om te bewandelen of om op zijn minst over na te denken, Katleen Helzen? We zien in het buitenland dat dat een voorbeeld is van een toepassing. Hier in Vlaanderen hebben we er altijd voor gekozen om dat op een andere manier te doen. Maar scholen die op deze manier aan de slag willen gaan, kunnen dat perfect. Omdat op die manier, wij bepalen als overheid niet op welke manier dat de school... En die ook bestaat. Ja, wij bepalen vanuit de overheid niet de manier waarop dat onderwijs zich moet organiseren. En als we kijken naar de bepalingen in het decreet van het basisonderwijs, dan is daar een zeer grote vrijheid om zelf te kiezen hoe dat de school zich organiseert. Wij willen als de school vrijheid heeft, is het een goed idee om het op die manier te doen? Voor ons is het belangrijk dat het ontwikkelingsproces kan verder gezet worden met leerlingen, dat kinderen bijleren en dat dus de eindtermen die we vanuit de overheid voorop stellen, dat die gehaald worden. Ja, dat is een doelstelling, maar een andere doelstelling, overigens, we hebben een VN-verdrag mee goedgekeurd dat de integratie van personen met een handicap moet bevorderen, zegt inclusie, hè? Ook de Raad van Europa heeft er een poos geleden op gewezen, het moet allemaal nog inclusiever, zou dat op die manier een optie kunnen zijn, binnen één school, verschillende klassen? En dan kan je die gespecialiseerde mensen in die klas zetten waar die extra noden nodig zijn. Ja, maar natuurlijk in die klas. En ik ga terug naar de realiteit, want Martijn Valken stelt het voor vanuit de theorie. De realiteit. Een leerling met zware dyspraxie. Een leerling met een gedragsstoornis. Een leerling met autisme die een splintervaardigheid heeft op rekenen. Een leerling met motorische problemen. Een kind met gehoorstoornissen en dan daarnaast ook nog een kind dat... Ja, en die gaan we in één klas zetten. Ja, dat gebeurt in buitengewoon onderwijs ook. Nee. In buitengewoon onderwijs 1 heb je je types. 2 worden de klassen samengezet afhankelijk van de expertise en de noden. En in buitengewoon onderwijs heb je ook nog leerkrachten die individueel onderricht geven.
Ja, dus kan je die samenzetten? Ja, in de mate dat een samenzetting zo voor elke leerling individueel een meerwaarde betekent. Maar een leerkracht die gespecialiseerd is om een leerling die doof is, hè, om die gebarentaal te leren, is niet noodzakelijk gespecialiseerd in een leerling die dysorthografie heeft of dyspraxie heeft. Ik wil jullie nog laten, want we hebben niet zoveel tijd meer, nog laten reageren op één puntje dat begin deze week in het nieuws kwam. Het aantal leerlingen dat van school wordt gestuurd bereikt een recordhoogte, dus 14 per dag. De CLB zendt een einde raad, Koen Daniels. Ja, ik vind dat ook veel. Een gemakkelijk excuus zou kunnen zijn van goed, beste scholen, doe meer uw best. Maar als ik kijk de procedure die er vooraf gaat voor een school overgaat tot een leerling te zeggen het gaat hier niet meer op deze school, die is toch al vrij sterk. En heel dikwijls in die verhalen komen we dan terecht bij de ouders. Maar goed, dan stellen we wel die stijging vast, hè? Ja, ik stel die stijging vast en ik van school gestuurd wil niet zeggen dat die thuis worden gezet, want de procedure is, je kan pas van school gestuurd worden als de school een andere school heeft gevonden. Dus voor alle duidelijkheid, die leerlingen staan niet gewoon op straat. Maar inderdaad, het gaat veelal over tuchtproblematieken die er zijn met kinderen, waar er ook de school geen gehoor vindt bij de ouders. En ik denk dat daar de ouderverantwoordelijkheid De ouderverantwoordelijkheid. Is dat ook uw analyse bij die vaststelling, de ouderverantwoordelijkheid? Het zijn altijd uiteraard ouders die mee verantwoordelijk zijn voor opvoeding en vorming van kinderen. Maar het is belangrijk, denk ik, dat we naar de toekomst toe de scholen extra ondersteunen, de kans bieden om bijkomend hun competenties te ontwikkelen in de manier waarop dat ze die gedragsproblemen kunnen hanteren. Als ik scholen bezoek, dan stel ik vast dat het voor leerkrachten vrij gemakkelijk is om de leerproblemen van kinderen aan te pakken, maar dat zij met de handen in het haar zitten als het gaat over de aanpak van gedragsmoeilijke leerlingen. We stellen vast dat het aantal kinderen met gedragsproblemen toeneemt. Vandaar dat het cruciaal is om leerkrachten daarin beter te ondersteunen. En ik zie daar niet enkel en alleen een uitdaging in een goede samenwerking met ouders, maar ook in een goede ondersteuning vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten en de Centra voor Leerlingbegeleiding, om samen te kijken hoe kunnen we die leerkrachten, die scholen, versterken in het omgaan met kinderen die een moeilijk gedrag hebben. Ja, en dan zitten we eigenlijk opnieuw bij het beginpunt. Extra ondersteuning is misschien nodig. Er ligt nog werk op de plank in de commissie onderwijs. Koen Daniels van de N-VA, bedankt voor jouw komst naar onze studio. U ook bedankt, Kathleen Helzen van de CD&V, om tot bij ons te komen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.